Biobased betekent dat je gebruik maakt van natuurlijke grondstoffen in plaats van fossiele grondstoffen als olie en gas. Een samenwerking voor deze demowoning is op een bijzondere manier tot stand gekomen. We hebben geprobeerd volgens een nieuw businessmodel te werken waarbij we in co-creatie met 26 verschillende partners een bijzonder eindresultaat gaan realiseren. Als aannemer of bouwer is het heel interessant om met biobased te gaan werken, omdat je heel simpel gezien de hele maatschappij meer duurzaam ziet gaan bouwen. Dus als je daar niet in meegaat, dan raak je achter met je bedrijf. Als bouwer, op het moment dat je niet zoveel van biobased bouwen af weet, is er al heel veel informatie te vinden. Er zijn een heleboel praktijkvoorbeelden, er zijn de overheid, draagt die kennis uit. En je kan natuurlijk op internet heel veel over vinden en er zijn heel veel bedrijven die er echt mee bezig zijn. De voordelen voor een ondernemer om biobased te gaan bouwen zitten eigenlijk op twee vlakken. Enerzijds stijgt de vraag, de mensen willen steeds duurzamer wonen, de consument zelf, de opdrachtgever wordt steeds belangrijker. Dus dat zien we in de woningbouw. In de utiliteitsbouw zien we dat labels veel belangrijker worden, duurzame labels. Dus daar zou je als ondernemer ook in mee moeten. Het tweede voordeel is dat het veel lichter bouw is. Hout-skeletbouw, natuurlijke materialen, je kan het goed prefabben. En je kan sneller bouwen, nou, daar zit gewoon een economisch voordeel in. Ja, wij wonen biobased omdat we eigenlijk om twee redenen. Het wonen in een huis wat gemaakt is van biobased materialen geeft een aangenaam binnenklimaat. Dus het ruikt prettig, het voelt prettig. Vergeleken met een betonnen huis is het... Nou, voelt het aangenamer om in te wonen. En de tweede reden is dat we het prettig vinden om bij te dragen aan een duurzame, milieuvriendelijke wereld. En in een huis wat gemaakt is van beton zit minder duurzaam materiaal. Voordelen voor werknemers voor te werken met biobased materialen is dat natuurproducten zijn, dus geen chemische toeslagstoffen. Je kunt dus het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen tot een minimum beperken. Nu is echt wel het moment om biobased te gaan ondernemen. We zien het enorm groeien. Nederland heeft een koploperspositie door goede kennisinstituten, goede infrastructuur, goede biochemie. Dus alle kennis is hier. Los daarvan zien we ook dat er een enorme vraag groeit. Dus als ondernemer zal je daarin mee moeten en je zal steeds meer projecten biobased moeten gaan bouwen, zoals bijvoorbeeld dit woonhuis. Ik ben er echt wel van overtuigd dat het biobased bouwen standaard gaat worden binnen 1 of 2 decennia. Dus of je wil of niet, je zal echt mee moeten. Het is een doodnormaal huis, behalve dat het fijner wonen is en dat het duurzamer is. Aannemers, bouwers van Nederland, heb geen angst voor bouwen met biobased materialen. Op het moment dat je bekend bent met de voordelen van deze producten, dan wil je niks anders meer.